naam is Arman Jansen, productspecialist bij de firma Ruik. En vandaag ga ik u laten zien het uitbenen en het fileren van een kwartrok. Allereerst zal ik beginnen met het fileren. Neem de kwartel. Snij het nekje los. De boutjes snijden we af tot aan het gewricht. Breken hem uit het gewricht en je kunt hem zo naar achter halen. Deze kant hetzelfde, breken hem weer uit. Een heel leuk product voor tapasgerechten te maken, mooi om te confijten. Het is een zacht productje. Eventjes bij wijze van spreken dit terugvouwen. Kijk. En zo hebben we een heel leuk een tapasgerechtje, een amuzetje. Dat waren de boutjes. Dan snijden we de filetjes eraf. Ik snijd de filet met vel. Het haasje goed los snijden. Deze kant herhalen we precies hetzelfde. Snij je hier langs naar het borstbeentje toe. Altijd even goed vasthouden dat de haasjes aan de filet blijven. En we hebben hier een mooie butterfly filet. En dit kunnen we lossnijden weer. Dan haal je altijd even zorgen dat dit botvliesje eruit is. Het is altijd een beetje hard. Dat zijn de kwarte filetjes. Ook een heel leuk product bij je gourmet. Of mooi als voorgerecht. Dan gaan we de kwartel ontbenen. We gaan hem langs de rug ontbenen. Dan laten we het nekje eraan zitten omdat we proberen zoveel mogelijk vel over te houden. We snijden dit helemaal los. En belangrijk is dat het vel heel blijft. Zodat je straks geen gaatjes hebt waardoor eventueel een varsvulling. Waardoor dat die eruit kan lopen. Snij je dit even in. Kom dan bij het gewrichtje van die bout. Draai die bout even naar binnen dat hij eruit wipt. Snij het gewricht bij de vleugel los. En fileren zoals ik net de filetjes eraf haalde. Het kwarteltje weer. Ja, hier zie je een borstbeentje. Eventjes loskrabben. Ook hier weer. Langs het velletje. Naar het gewricht van de achterbout. Het gewrichtje zit altijd in dat kommetje. Draait hem even eruit. Snijd het vleugeltje weer in het gewrichtje los. En we fileren de kwartel.
Het is altijd even een beetje zoeken, want kwartels, die karkasjes, die zijn vaak gebroken. Kijk, en dan is het wel eens lastig. Kijk, ook dit doen we zachtjes, voorzichtig naar achteren halen. En snijden het karkasje eraf. Zo hebben we hier het sleutelbeentje, halen we er even uit. En kijken voor de zekerheid even naar dit vel waar de krop gezeten heeft. Dit moeten we even mooi schoonmaken. Er zitten allemaal vetjes aan. En zo hebben we een half ontbeende kwartel. Half ontbeende kwartel is altijd dat de vleugeltjes en de buitjes er nog aan zitten. Zo wordt dus weer opgevuld. Dat velletje klappen we naar achteren en zo hou je de vorm van de kwartel na het opvullen. We kunnen hem ook helemaal ontbenen. Halen we het dijbeentje even weg. We kunnen ervoor kiezen om het drumstickje te laten zitten, zodat je toch een mooie presentatie krijgt nadat die kwartel opgevuld wordt. Het tipje van de vleugel snijden we weg. En je kunt die kwartel voor alle jaargetijden weer gebruiken. In de barbecue tijd een mooie vulling. Misschien met wat zomers fruit. En in de winter kan men kiezen voor een wat zwaardere vulling of eventueel met een foie gras. En zo wordt de kwartel. We hebben eventjes een klein beetje gehakt gemaakt. Kijk, vullen dit even op. Wat je kunt doen, is deze op de rugkant dichtmaken met een satéprikker. En we kunnen mooi de boutjes, kijk, vandaar dat we de drumstickjes er nog even in laten. Desnoods kunnen ze eventjes ingesneden worden. Insteken. En je hebt zo'n mooie gevulde kwartel.